Al deze mensen hebben dezelfde droom. Werken in het Holland Heineken House tijdens de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. Om die droom waar te kunnen maken, moeten ze eerst een strenge selectie ondergaan. Donderdag werd daar in Amsterdam een start mee gemaakt. Waarom zou je graag voor het Holland Heineken House willen werken? Voor de hele ervaring en het meeleven met de Nederlandse sporters. Hun het gevoel geven dat wij met het team en gewoon met heel Nederland achter ze staan. Met z'n allen iets moois neerzetten. Mooi feestje. Behalve mijn oranje oorbellen heb ik ook nog dit t-shirt aan. In totaal hebben zich 3400 mensen aangemeld. De meeste daarvan komen uit eigen land. Maar ook Nederlanders die bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, Amerika of Groot-Brittannië wonen hebben zich ingeschreven. Kenmerk voor de crew zijn onder andere doorzettingsvermogen, flexibel inzetbaar zijn, goede motivatie hebben, goede fysieke en mentale conditie. Nou, daarnaast heb je echt die buitenlandervaring nodig van wonen, leven, werken in het buitenland. En dat alles samen, daartoe komen we tot de best crew ever. De sollicitatiecommissie bestaat niet alleen uit professionele recruiters van Randstad, maar ook uit chef de mission Maurits Hendricks en een aantal oud-Olympiërs. Zij weten als geen ander hoe het er in het Holland Heineken House aan toe gaat. Toen ik daar achter de schermen stond, hoorde ik het publiek helemaal en ik voelde die energie al. En toen ik het podium opkwam, ja, toen wist ik niet wat me gebeurde. Er stonden duizenden mensen te juichen en te zingen en te schreeuwen. En toen heb ik hele gekke dansjes gedaan en ja, het was gewoon super. Tijdens het sollicitatiegesprek letten we vooral op de uitstraling van de kandidaat. Hoe het is met de communicatieve vaardigheden. Eigenlijk het totaalplaatje. Hi, hoe ging het? Ja, volgens mij wel goed. Ja, leuk gesprek. Ik was niet echt zenuwachtig. En nou, Peter Mangé is ook een aardig vent. En de dame ook. Dus mag nog op de foto komen. Ja, ik heb een hartstikke leuk gesprek gehad. Een hele eer natuurlijk met de Airband tegenover me. En het was gewoon naar mijn zin. De crewleden moeten niet alleen sportliefhebbers zijn. Ook hard werken, gastvrijheid en een echt oranje hart zijn belangrijk. Ooit heeft er een keer iemand tegen mij gezegd: joh, als je werkt in het Holland Heinekenhuis ben je onderdeel van de Olympische familie. Zo voelt dat ook echt. En wat wij natuurlijk ook belangrijk vinden is dat de kandidaten een goed biertje kunnen tappen. Ja, dat leren ze ook. Medio januari 2012 horen de sollicitanten of hun Olympische droom volgend jaar ook echt uitkomt. Yeah!